Hoe gaat de hervormde gemeente Nieuw-Leusden om met het coronavirus? Ja, mijn naam is Bart Trouwborst en ik ben predikant van de hervormde gemeente in Nieuw-Leusden. Een van de predikanten. En ik sta hier in de grote kerk te Nieuw-Leusden. Afgelopen zondag was ik hier ook en toen zat dit gebouw afgeladen vol. Er was een doopdienst en tot aan de galerij zaten de mensen. Maar komende zondag zal deze kerk op zondagmorgen leeg zijn. En datzelfde geldt ook voor de andere kerkgebouwen, ook het gereformeerde kerkgebouw. Er is besloten vanuit onze kerkenraden om in verband met het coronavirus geen diensten te houden. Ook volgens de richtlijnen die vanuit de overheid zijn uitgevaardigd. En ook vanuit onze landelijke protestantse kerk. Dat hebben we niet lichtvaardig gedaan. Dat doen we met pijn in het hart, want misschien wel de belangrijkste roeping van ons is om op zondag de Heere God de lof toe te zingen. En nu gaat dat niet gebeuren. Zo'n besluit neem je niet zomaar. En toch moet het, ook omwille van de zorg en de veiligheid voor en van elkaar. Een crisis heeft gelukkig ook altijd een kans. En ik zie er misschien wel drie, ook al houden we nu de kerk dicht. De eerste kans is dat we met z'n allen aangeboden hebben gekregen om de uitgezonden dienst vanuit Utrecht, vanuit het landelijke dienstencentrum van de protestantse kerk, waarin dominee De Reuver voorgaat, om die te volgen. En daarbij hopelijk dan ook een keer goed te kunnen ervaren dat we ook landelijk samen één en kerk zijn, en broeders en zusters van elkaar. Misschien is dan een tweede kans als je zo met z'n allen en ook als gezinnen vanuit de huiskamer die dienst gaat bekijken en beluisteren, dat je dan makkelijker dan zondag gelijk daarover met elkaar eens over kunt praten. Wat doet het met je? Wat vind je ervan? Dat is iets wat op zondag misschien wat makkelijker naar de achtergrond raakt. Maar nu kun je het gelijk doen in de huiskamer. Praat er eens over met elkaar. Of bid samen. Maak er ook iets van een thuisdienst van, zou ik zeggen. En de derde en de laatste kans is, nu we niet op zondag samen een dienst houden, moeten we er des te meer op letten dat we op maandag onze dienst aan God verrichten. En dat is de dienst aan de naaste. Laten we extra bewust zijn hoe we als christenen leven naar onze naaste toe. Op maandag en de andere dagen van de week. Ja, hoe het verder zal gaan. Zondagavond is er ook geen dienst en voor de weken daarna, daar beraden we ons nog nader op. En via de website van de protestantse kerk in Nieuw-Leusden, van hervormd en gereformeerd, kerkpleinnieuwleusden.nl, kunt u lezen hoe het verder zal gaan. Maar we volgen nauwgezet de actualiteit.